Het is woensdag 3 februari, welkom. Dit is het COVID-19-journaal, het programma van het ministerie van Volksgezondheid. Dat het niet goed gaat met de situatie in ons land, weet u al. Het aantal besmettingen loopt dagelijks op en zo ook het aantal personen dat de gevolgen van het coronavirus niet overleeft. Helaas. Karen Lewis-Bell, de vertegenwoordiger van de PAHO, dat is de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, richt zich in deze aflevering rechtstreeks tot Suriname. Net als van alle andere lidstaten vraagt ze ook aan ons om de komst van het nieuwe vaccin te omarmen. So first of all, I would really like to say that PAHO, the Pan-American Health Organization, is the oldest international public health agency in the world. And has been providing technical cooperation to Suriname since 1952. The country office was established over 50 years ago, and we really provide technical cooperation to the Ministry of Health primarily and the government of Suriname as a whole to help with strengthening health service systems, with building capacity and responding to emergencies. And so with COVID-19, PAHO has been doing just that. PAHO is helping to respond to all of the pillars of the United Nations response framework. These include leadership coordination, risk communication, community engagement, laboratory diagnosis, surveillance, and certainly now for the preparation of the COVID-19 vaccine. PAHO uses all of those pillars and our response to ensure that we help to save lives, to protect healthcare workers, and to slow the spread of COVID-19. PAHO has been doing a lot in terms of certainly providing support for the diagnostic capacity. Suriname was one of the first countries in the region of the Americas to have the capacity to do PCR testing for COVID-19. And this was through the support of training from PAHO, as well as the provision of all the necessary reagents. And we have continued to provide that support for laboratory diagnosis. PAHO has also supported risk communication and community engagement with several campaigns, including the Mohana campaign, with the printing of posters and the development of videos. We have also assisted with providing equipment, oxygen concentrators, ventilators, non-invasive ventilators, patient monitors. We have procured personal protective equipment, and we have provided several areas with technical cooperation, including for surveillance and contact tracing, among other areas. So Suriname, like all other countries of the world, are actively preparing for the introduction of the COVID-19 vaccine. This is really the only primary prevention measure for eliminating this disease. And so all countries are anxiously awaiting the vaccine. PAHO is providing technical cooperation and guidance with the development of the national COVID-19 deployment and vaccination plan. In addition, PAHO is also providing some support to the government for them to do their due consideration with procuring vaccines from the COVAX facility through the Pan American Health Organization. I would first of all like to say that vaccines save lives. Vaccines have been around for over 200 years. Many of us ourselves have been vaccinated against measles, tetanus, tuberculosis. We give vaccines to our children. Vaccines are developed with strict measures to ensure that they are safe and that they are effective and do what we would like them to do. The COVID-19 vaccine is no different. The vaccine has been developed adhering to all the requirements of testing, including testing in humans to ensure that it is safe and that it is effective and does what it is expected to do, which is to prevent clinical disease and severe disease. So vaccines now that are going to be used have to have approval from not only the World Health Organization, but other national regulatory authorities. And it is done with strict adherence to all the required protocols and guidelines. For any country, it is important to start vaccinating those at highest risk of the disease and certainly severe disease as soon as the country receives the vaccine.
So as soon as Suriname receives the vaccine and can deploy it to the level where it will be administered, the country should start vaccination. So for me, and I'm sure for everybody else, in life, we take decisions based on assessing the risks and assessing the benefits. And certainly, with the knowledge that I have about how the vaccines are developed, the safety profile of the vaccines, and most importantly, the fact that vaccines can prevent disease and certainly severe disease and deaths, to me, these benefits outweigh the risks of me getting the infection and not knowing whether I will survive the disease. So certainly, once it is available and I fall within the categories of priority for vaccination, I will be vaccinated. Het is bijna de normaalste zaak van de wereld. Juist ja, mondkapjes. Best lastig, want je krijgt het er soms warm van of ze zitten gewoon niet lekker. Maar toch is het dragen van mondneusbedekking een belangrijk wapen in de strijd tegen COVID-19. Maar waarom dan? Het coronavirus dat verspreidt zich door de lucht in vochtdruppels. Deze komen vrij als we praten, niezen, hoesten, zingen, lachen of schreeuwen. Deze vochtdruppels blijven zweven in de lucht en belanden na ongeveer 1 tot 1,5 meter op de grond. Daar komt dus ook de COVID-afstand van 1,5 meter vandaan. Een mondkapje zorgt ervoor dat een groot deel van de vochtdruppeltjes wordt opgevangen. De vochtdruppeltjes die niet door de stof van het mondkapje worden opgevangen, komen nu in golfjes naar buiten in plaats van in een stroom. Hierdoor kunnen ze minder afstand afleggen in de lucht. En dat is beter, want dat verkleint de kans dat ze terechtkomen op een andere persoon of een voorwerp. Dus waarom moet jij een mondkapje op? Het kan zijn dat jij drager bent van het coronavirus. Je hoeft niet eens ziek te zijn, dus je weet het niet eens. Maar je kan wel andere mensen ziek maken, want ze zijn kwetsbaarder dan jij. Dus neem je voorzorg, doe je mondneusbedekking op en bescherm anderen. COVID-19 de futang. Dat mek kibri ons revi naar een trouwang. Fauzia Niamut, verpleegkundig directeur van het Academie Ziekenhuis Paramaribo, blikt na bijkans een jaar COVID-19 in Suriname terug op niet alleen een bewogen jaar, maar voor verpleegkundigen als haar een leerrijk jaar vol nieuwe ervaringen. En dat met het coronavirus onder de leden. Nou, toen de wereld werd opgeschrikt in december 2019, had iedereen gedacht, het is een ver van mijn bedshow, maar natuurlijk 13 maart 2020 was het in Suriname. Het Academisch Ziekenhuis heeft toen, los van het verpleegpersoneel ingezet, ook materiaal, apparatuur en alles ingezet om het Wanica Ziekenhuis, die toen werd Wanica Ziekenhuis, het Dedicated Ziekenhuis, om de coronazorg te geven, heeft het Academisch Ziekenhuis. Want je hebt een gebouw, maar je hebt een leeg gebouw. En een gebouw is nog geen ziekenhuis. Heeft het Academisch Ziekenhuis eigenlijk alles gedaan om het Wanica Ziekenhuis tot een ziekenhuis te maken. De eerste golf is gegeven moment met ups en downs gegaan. Het verpleegpersoneel heeft al hun medewerking verleend. En wij hadden gedacht dat er ergens in augustus, oktober, om het goede, bij de vermindering van de COVID-gevallen, wij dus een ademruimte hadden en dachten dat we zover waren. Maar ja, waar de ter wereld iedereen een tweede golf, niet derde golf, hebben wij nu onze tweede golf. We hebben uit onze eerste golf veel geleerd, van de fouten die we gemaakt hebben toen. Terecht, want kinderziekte zal je hebben. En van daaruit lerende hebben we dus natuurlijk veel makkelijker de tweede golf kunnen uitzetten. Dus in principe ja. Waarom ja? Omdat het Academisch Ziekenhuis
een EHBO heeft, spoedeisende hulp, waar dus acute gevallen naar binnen stromen. En je hebt dus de reguliere zorg met topklinische zorg die gewoon doorgaat. Je moet begrijpen, je moet het personeel dan indelen voor de COVID-zorg en voor de reguliere zorg. Dus sowieso heb je beïnvloeding van de zorg als het gaat om de patiënten tijdens de eerste golf. Het was nieuw, het virus was nieuw, niemand wist veel over de virus. Maar natuurlijk ben je emotioneel, je bent mens, we zijn verpleegkundigen, we zijn kundig in ons vakgebied, maar we zijn ook mensen, we worden ook emotioneel. En tijdens de eerste golf hadden we dat gemerkt, de tweede golf iets minder. Maar dat men bang is om besmet te worden vanwege COVID, niet zozeer omdat de mensen precies weten. Kijk, je moet begrijpen, de eerste golf wisten we niet veel. Iedereen ging in een mondpak om naar die COVID-zorg te gaan. Heden en dag is gewoon je masker, je face shield, je jasje en je gaat naar de patiënt toe. Dus emoties zullen er altijd zijn. En bang, niet zozeer ten opzichte van de eerste golf. We hebben wel zorgverleners die besmet zijn, sowieso. Maar als ik dus naar de berichten moet luisteren, ook vanuit het ministerie, wanneer er een cluster wordt ontdekt, van waar komt een cluster, dan is het niet zover ik het weet, niet via een zorggerelateerde patiënt. Over het zich blootstellen aan besmettingsgevaar zijn verpleegkundigen nu wat minder angstig dan toen het allemaal nog nieuw was. De grootste uitdaging nu is dat er voldoende plaats is voor high care en medium care patiënten. Dus in principe hebben we een tekort aan, niet aan basisverpleegkundigen, maar we hebben wel een tekort aan specialistische verpleegkundigen. En als je moet met specialistische verpleegkundigen bedoel ik dus de intensief care verpleegkundigen, de neerdialyse verpleegkundigen, CCU verpleegkundigen, CCU is coronaire care. Dus daar hebben we wel een tekort aan verpleegkundigen. Maar basisverpleegkundigen, COVAP is er, die levert dus de basisverpleegkundigen. Ook specialistische verpleegkundigen, maar we hebben wel een tekort aan specialistische verpleegkundigen. Onze IC heeft COVID-IC heeft een beddencapaciteit van 15 bedden. Vaak zijn we vol. En dan hebben we ons op de vijfde etage Noord, hebben we dus een capaciteit van 14 bedden. Waar dus high care patiënten, dus COVID high care patiënten komen te liggen. En dan hebben we onze BLMO afdeling waar dus suspecte patiënten komen te liggen, ongeveer 5. En we zijn dagelijks vol. Ten slotte vraagt verpleegkundig directeur Fauzia Niamut een ieder om de juiste informatie rond het COVID-19 vaccin te volgen. Met andere woorden, laat je niet van de wijs brengen door pseudo nep-experts op social media. Ja, kijk, het is nieuw. Ik begrijp dat mensen ook bang zijn en angstig zijn. En ik begrijp ook dat als iets nieuw is, dat men twijfelt. Maar ik zou de gemeenschap vragen zich niet te focussen op fake berichten. Of berichten vanuit social media, dat dit is gebeurd en dat is gebeurd en dit kan gebeuren. Als je kijkt naar gewoon Nederland, hebben de verpleegkundigen daar gezegd, we nemen het niet. Maar puntje komt bij paaltje, bijna alle gezondheidswerkers zijn daar gevaccineerd. Zelfs zijn ze nu bezig met hun tweede prikje. Deskundigen, verpleegkundigen, artsen, we weten dat elke medicijn, een vaccinatie is een medicijn. Dat het niet voor 100% je zal wel reacties krijgen. Maar ik denk dat we niet bang moeten zijn, we moeten gewoon gaan. Want als we gewoon naar de een ziekte hebben en de dokter schrijft ons een medicijn voor, dan gaan we gewoon naar de apotheek en we drinken het. Toch? Want we willen gezond zijn. Dus ik zou de Surinaamse gemeenschap vragen om te zeggen van wees niet bang. Het is een wereld, het is een pandemie. De wereld, iedereen krijgt een vaccinatie en dat we ervoor moeten gaan om gezond te blijven. Belangrijk is, we kunnen COVID voorkomen als we ons houden aan de regels. En de regels zijn simpel. Handen wassen, afstand houden, mondkap op. En het ding is neusmondkap en geen mondkap en je neus komt eruit of een kinkap of als een oorbel hangen aan je oor. Dat moeten we niet doen. Er zijn regels, we moeten ons daaraan houden. Als je naar de winkel gaat en je ziet zo'n winkel is druk, vermijd de drukte. Ga naar winkels waar het een beetje rustig is. Want dan voorkom je dat er minder besmettingen plaatsvinden. Dus het is heel eenvoudig,
hou je aan de regels. Er is een slogan en Mohana is makkelijk. Dus ik zou aan de Surinaamse gemeenschap vragen, de zorgverleners doen hun best. Ze werken hard om die zorg te geven, maar ze hebben ook een gezin. Ze hebben ook hun partner, ze hebben ook hun kinderen. Ze willen ook gezellig met hun kinderen, hun partner, thuis, leuke dingen doen. Maar blijft die COVID stijgen en die cijfers worden nog hoger, dan moeten we ze extra inzetten. En op een gegeven moment is die rek ook op. Dus laten wij ons houden aan de regels waar we ook zijn, zodat wij mee helpen om de aantallen te laten verminderen. Maakt u zich niet druk, want ook het COVID-19 vaccin wordt eerst getest om na te gaan of het daadwerkelijk doet wat het moet doen, namelijk ons beschermen. En daarna wordt het goedgekeurd voor gebruik. Rest mij u op het hart te drukken zich te houden aan de COVID-19 maatregelen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar nabij kans een jaar moeten wij nu wel echt weten wat kan en wat niet meer kan. Tot de volgende keer. For COVID-19, it is important for everyone to adhere to the non-pharmaceutical preventive measures. It is important for us to wear our masks and not wear them under the nose or on the chin, but to ensure that the mask covers the nose and the mouth, because we breathe in and out through both our nose and our mouth. So we can be infected and we can spread the disease to others if the mask is not worn properly covering the nose and the mouth. We should ensure that we also keep a physical distance from persons, at least 4 to 6 feet, and certainly no direct face-to-face contact. Speak to persons at an angle if possible, and I cannot overemphasize the importance of washing or sanitizing your hands. And these measures are not just for COVID-19. These measures are important for many infectious diseases, including respiratory infectious diseases like the common cold and influenza. The ability to prevent and control COVID-19 rests with each and every one of us. It is not a government responsibility. It is not PAHO's responsibility. It is the responsibility of each and every individual in Suriname.